Jongens, ik vond het heel erg aardig wat jullie hebben gedaan. Maar we zijn blij dat hij nog leeft. En ik denk dat hij zelf ook blij is dat hij nog leeft. Elke dag gaat het een beetje beter. Maar we wilden jullie toch heel graag bedanken. Vogeldieven pikten een paar dagen terug 6 papegaaien uit een volière op landgoed Hoenderdaal. Ja, we hebben die ene aarde gevonden, die hebben we net bekeken. Die zit nu nog helemaal getraumatiseerd op zijn stokje. En dan denk je, wat schiet je er allemaal op? Waarom doen mensen dat? Zoek een baan. Op de vlucht verloren de dieven een tas, die vervolgens door de redders uit het water gevist werd. Nou, we hadden hem uiteindelijk gewoon meegenomen. En toen hadden we hem half op onze boot getakeld. En toen uiteindelijk bewoog de tas. En wat dachten jullie toen? Een bewegende tas, dat is niet echt iets om blij van te worden. Ik dacht eerst dat het een kat of een hondje was. Maar toen bleek het, toen we terugkwamen, iets van honderd te zijn. Ja, want hoe kwamen jullie erachter dat het een vogel was? We gingen naar iemand die vist. Die was Duits. En dus we zeiden Biesentes. En toen keek hij en zei, is een bird. En toen zei Thijs meteen, het is een papegaai. En toen zei hij, yes. Toch fantastisch. Weet je, als zoiets gebeurt, je bent echt neergeslagen en dan komen er een paar van die jongetjes aanrennen. Van, meneer, we hebben een ara. Nou, dan veer je helemaal op. Ja, die hebben ons heel veel goed gedaan. Dat was fantastisch, maar ik ben nog steeds trots op ze. De vogel zelf heeft nog een trauma en mag nog geen bezoek. Zelfs niet van de redders. En nu staat er een bordje bij de kooi. Ja. Vinden jullie daarvan? Ik vind het wel vet, maar ja, ik vind het wel echt vet.